Wat je wel veel ziet, is die mensen in je omgeving die kijken allemaal naar je. Dus dan... Nee, maar dat ligt niet aan het Pokémon-spelen, dat ligt aan jou. Dat ligt aan mij. Ze zijn de Pokémon Go-spelers nog niet gewend in Hoorn. Terwijl het virtuele spel groot is in de stad. Zo'n 600 mensen jagen er alleen of in groepen op Pokémons. Hey. Heb je hem? Ik heb hem. Gevangen. Kijk, ik, Pokémon kon ik helemaal niet. Ik zag wel eens dat mijn kinderen naar een tekenfilm aan het kijken waren op televisie. En dat was het enige wat ik van Pokémon wist. Eigenlijk verder niks. Ik keek ook niet echt mee met die kinderen, want zo interessant is het echt niet. Dat dacht je? Dat dacht ik, ja. Een heftige bijwerking van een medicijn zorgde bij Danny voor een gejaagd gevoel. Rondjes lopen brengt verlichting, maar had ook een nadeel. Dat werd saai. Toen hebben mijn kinderen gezegd, pap, er is een app, daar kan je leuke dingen vangen onderweg. Ja. Dus dan die app gedownload en toen hebben we met z'n drieën een rondje gelopen en toen zag ik dat beeld. Ik dacht, nou, dan heb ik tenminste wat te doen onderweg. En toen, dus nu loop ik vaak rondjes, maar dan niet meer met mijn kinderen. Nee, met andere mensen. Met andere mensen nu ook, ja. Oh. Ja, je hebt leuke gesprekken met mensen die je tegenkomt, mede Pokémon spelers ook. En ja, er is ook iets te vangen en iets te bereiken, zeg maar. En dat maakt het leuk, dat maakt ook dat je het volhoudt. Mis. Nou, bij Vrienden moet niet mee. Ja. Zullen de zenuwen wel zijn? Jij wel natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik wel, hè.